Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Heel voorzichtig begon de bewolking vandaag wat te breken, en op sommige plaatsen heeft de zon ook even geschenen. En de wolken dier waren waren in ieder geval vriendelijk. Het bleef droog op de meeste plaatsen. Op de satellietfoto zagen we die wolken ook boven Nederland. Af en toe zat er een gat in, met name in het zuiden van het land. En op dit moment zien we van het westen uit ook een gebied met meer opklaringen aankomen. Tegelijkertijd zit er op de satellietfoto ook een gebied met meer bewolking. Dat ligt boven de Britse eilanden en heel voorzichtig komt dat ook onze kant op, maar dat is pas weggelegd voor morgenavond en in de nacht naar vrijdag. Nou, dat zien we goed op de computerprognose. In eerste instantie zien we ons vrij rustig weer met regen boven de Britse eilanden. Dat systeem komt heel erg langzaam dichterbij, maar het gaat erg traag. En pas laat op de donderdag komt het voorzichtig aan echt dichterbij. En in de nacht naar vrijdag gaat er dan regen overtrekken. Vrijdag overdag passeert de regen en daarna klaart het nog even breed op. Voordat we in het weekeinde weer met nieuwe depressies op de Atlantische Oceaan te maken krijgen. En die gaan dan opnieuw wisselvallig weer brengen. Zover is het nog lang niet. We hebben eerst een avond voor de boeg waarin het wat meer opklaart. De temperatuur ligt rond een graad of negen, en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht verandert de wind niet of nauwelijks. Temperatuur daalt landinwaarts tot de graad of 6. We hebben op sommige plaatsen brede opklaringen, hier en daar ook nog wel wolkenvelden. Het blijft in elk geval droog en dat blijft het ook morgen een groot deel van de dag. Met in eerste instantie de zon, later van het westen uit toenemende bewolking. En het neerslagsymbool in het noordwesten van het land staat er alleen omdat er laat in de avond misschien de eerste neerslag binnentrekt. Temperaturen tussen de 9 en 11 graden en langs de kust waait het af en toe krachtig met windkracht 6. Dan vrijdag, de neerslag trekt naar het oosten weg, daarna breekt de zon door en is het smiddags eigenlijk best heel aardig weer met 9 tot 11 graden. Zaterdag kan er wat lichte neerslag vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog met wat zonneschijn. Zondag is er duidelijk meer bewolking en regent het ook langdurig. In de tussentijd neemt de wind flink toe, vooral langs de kust waait het minimaal hard met windkracht 7. Dan is de grote vraag, komt er nog een keer wat winterweer dichterbij en het antwoord is eigenlijk heel simpel... Nee, voorlopig niet. De 0 graden blijft binnen, buiten bereik. En de temperaturen liggen in het algemeen in eerste instantie rond of boven de 10 graden. En vanaf, laten we zeggen, de dinsdag rond of net onder de 10 graden. De onzekerheid wordt uiteraard wel groter in deze periode. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.